We kijken naar complementaire goederen en complementaire goederen zijn goederen die elkaar aanvullen oftewel goederen die elkaar nodig hebben. Een aantal voorbeelden. Bijvoorbeeld een broek en een riem. Een auto en benzine. Een vliegtuig en een luchthaven, check en vloeitjes, koffie en koffiemelk. Dat zijn een aantal voorbeelden. En wat kun je daar verder over zeggen? Als de ene duurder wordt, zal de vraag van de andere afnemen, of de vraag naar. En dat is ook logisch, want beide goederen heb je nodig. Beide goederen heb je nodig, want ze horen bij elkaar. En andersom kan het natuurlijk ook, als het ene product goedkoper wordt, zal het andere product weer meer gekocht worden. Want beide goederen hebben elkaar nodig. Nou, complementaire goederen zijn goederen die elkaar aanvullen. En je kunt ook zeggen goederen die elkaar nodig hebben. Want samen heb je ze nodig om je nut te halen. Nou, bijvoorbeeld een broek en een riem, auto en benzine. Een vliegtuig en de luchthaven, check en vloei, koffie en koffiemelk. En als de ene duurder wordt, zal de vraag naar de andere afnemen. En dat komt omdat je beide goederen nodig hebt en omdat ze bij elkaar horen. En dan spreek je van complementaire goederen.